Een hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik ben even mijn tas aan het inpakken met mijn haarproducten en alles. Want ik heb eindelijk vandaag weer een afspraak met mijn kapper. Geen haarstukje vergeten. Want het is echt zwaar nodig. Mijn uitgroei die je nou niet ziet is echt niet oké. Dus ik heb maar even weer een afspraakje gemaakt. Ik wil eigenlijk echt heel lang niet meer verven. Maar helaas heb ik dus een paar grijze haren gekregen. Het is niet echt heel erg hoor, maar ik heb echt vier grijze haren. En die steken er ook echt uit. Echt heel irritant. Ik heb besloten mijn haar weer even te verven, zodat het er een beetje allemaal goed uitziet. Ik heb trouwens een shirtje aan van Boohoo. Broek Boohoo. Vestje Boohoo die ik hier overheen aan ga doen. Ik werd vandaag dus wakker en ik was gisteren dus wasje aan het draaien. Toen was ik weer een wasje vergeten. Echt rot, want ik moest in de ochtend dus weer lopen wassen. En ik heb alles net opgehangen. Ik heb even snel gedoucht en me klaargemaakt. En nu kan ik eindelijk richting Roosendaal. Ja, zo'n outfits zijn echt zo chill. Vooral zo'n wijde, lekkere warme vest. Echt heerlijk. Moet ik alleen nog even kijken of ik mijn auto hier heb geparkeerd. Dat is altijd drama bij mij met parkeren. Oh ja. Wat een geluk. Dus altijd als ik wegga en ik weet ik zit nog even in de auto. Ik moet nu bijvoorbeeld 150 minuten rijden. Dan zorg ik er altijd voor dat ik langs een Starbucks rij. Op Waze is dat dus echt heel erg makkelijk in te stellen. Want je doet dus je eindadres. Daarna kan je dus ook instellen via waar je wilt rijden, dus via welke route. En dan schrijf ik gewoon de dichtbijzijnde Starbucks op en dan rijd je langs de Starbucks. En normaal gesproken moet ik er soms 10 minuten, een kwartiertje voor omrijden. Ja, echt, ik doe dat echt, jongens. Maar vandaag is het gewoon letterlijk op mijn weg. Dus ik ben daar echt heel erg happy mee. Ik was echt bijna in verleiding gebracht om een cake te halen. Maar gelukkig was de bananencake al uitverkocht. Dus echt letterlijk binnen 1 uur was uitverkocht naar de opening. Dat was toch echt ziek, het is echt speciaal. Mensen voor de bananencake in Starbucks gaan zonder koffie te halen. Dan moet hij wel echt lekker zijn. Jongens, ik ben er, maar ik heb echt geen zin om uit te stappen. Oh mijn god, het regent echt zo hard. Dus ik ben net klaar met Dina en kijk mijn haar. Oh mijn god. Ze had dus eerder deze kleur bij mij gedaan. En ik was echt zo blij met deze kleur. Toen hadden we het 2-3 keer zo gedaan. Toen was ik de laatste keer erin gekomen. Toen was er iets donkerder uitgevallen. En nu is die gewoon perfect hoe ik hem wou. Ik hou gewoon van een beetje dat roodachtige glans. Wat is het? Een beetje koper eigenlijk. Oh, ik hou hier echt van. Ik ben echt zo blij. I love Dina. Ik ga haar hier even trekken. Dan weten jullie waar jullie terecht kunnen voor deze haarkleur. Ze is ook heel goed in haar blonderen. Maar dat gaat bij mij helaas niet meer. Maar is echt, echt, echt een pro in. Ik raad jullie haar echt aan. Ze die Dina kennen, die weten precies waar ik het over heb. Zij kan echt als de beste haar blonderen en kleuren. No joke. En altijd als ik naar haar toe ga, heb ik het echt altijd naar mijn zin. Altijd goede vibes. Echt gewoon een aanrader. Ik vind het altijd heel erg belangrijk om naar een kapper te gaan waar je ook echt op je gemak voelt. En gewoon lekker kan kletsen zonder dat het zeg maar awkward wordt of alleen maar stomme gesprekken en zo. Ik vind het heel erg belangrijk bij een kapper. Dus Dina is echt gewoon mijn favoriet. Ik ga altijd naar haar toe. Ik ga nu al ongeveer bijna 2 jaar naar haar toe. En echt, mijn haar is altijd zo mooi als ik bij haar ben geweest. Ik ben thuis. Ik heb echt heel lang in de file gestaan. Maar ik ben echt zo happy in mijn haar. Vind je mijn haar mooi? Ik vind je haar prachtig. Hij is iets donkerder, hè? Ja, mijn ene grijze haartje is eruit. Oh, ben je helemaal de kapper gaan voor 1 grijze haar? Ik had daar officieel wel 4, want ik het een beetje eruit had getrokken, maar... Heel mooi. Ik ben weer grijsvrij, jongens. Ja. Dit is gewoon als je fully in chill-modus gaat. Mijn kleding gewoon letterlijk daar. Mijn dikke dinari hier. Oh, zo gezellig dit. Lekker zonnepitten gepakt. Pepsi Max. De dag kan niet meer stuk. Oh, je bent zo gezellig altijd. Oh. Aan de andere kant, Nessie met zijn lievelingsvrouw. Kijk die kontje. Ja. Dinar. Hallo. Hallo. Dit zei ik niet. Terug naar je plaats. Zij kan het echt niet herinneren als iemand aan het eten is. I love you, je bent zo schattig. Ik heb wel lekker gegeten. Ik had echt last van mijn lenzen, dus ik heb ze even uitgedaan. Ik heb even mijn bril opgedaan. En dat deed me ook wel een beetje denken, want ik moet echt zwaar weer een nieuwe bril kopen. Halen bij de opticien, want deze is echt van 3-4 jaar terug. Oh, vind je mij een beetje irritant? Ik kan praten, hè? Deze is echt van 3-4 jaar terug en ik wil heel graag weer een nieuwe. En ik krijg om de 3 jaar een vergoed van mijn zorgverzekering. Dus het is zonde als ik het niet zou doen.
En ik heb natuurlijk in het vliegtuig van Bali en terug heb ik de Handmaid's Tale seizoen 1 gekeken. En ik ben nu begonnen aan seizoen 2. Het is echt een heerlijke avond. Nessie is nu gaan trainen. Ik ben nu even alleen. Dus ik ga even lekker een serietje kijken. Oh, oh wat mooi. Dus sinds kort het bedje hier gedaan bij de verwarming. En nu heb ik de verwarming aangedaan. En Lira gaat dan nergens anders meer liggen behalve hier. Lekker warm hier. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik krijg vandaag bezoek. Ik krijg vandaag dus bezoek uit Twente. Een vriendin. En die ga ik zelf ophalen. Want ze moet tot 6:30 werken. En dan heb ik gezegd van dan ben ik 6:30 op bij jou. Daar haal ik jou op kunnen gelijk door. Naar Rotterdam. En ze wil eerst niet komen vanwege het coronavirus. Want er is dus in Rotterdam één iemand besmet. En was ze bang. En dat vond ik prima. Maar ik had haar ergens nog gesproken. En toen zei ze, nee, ik kom toch wel. Ik heb er echt zin in. Dus, yes, ik ben vandaag ook weer vroeg opgestaan. Ik dacht, ik ga lekker sporten in de ochtend, bla bla bla. Nou, dat is er dus niet geworden. Ik heb lopen schoonmaken. Dat ook als sport. Ik heb gestofzogen. Ik heb gedweld. Ik heb hele badkamer schoongemaakt. Jongen, jongen, dat is ook echt een gedoe, hè. Badkamer schoonmaken. Ik haat het. Wc. Ik heb eigenlijk alles schoongemaakt, behalve slaapkamer. Maar ja, prima. Ik was me eens aan het klaarmaken. Toen ging ik mijn haren doen. Toen dacht ik, oh mijn god, ja, ik heb mijn haren geverfd. Ik was het helemaal vergeten. Jongens, ik ben zo blij mee. Ik blijf het echt zeggen. Maar in sommige licht zie je het iets slechter. Want het is echt heel mooi koperachtig blond. Bruin, wat zeg ik bruin? Ik vind dit tot nu toe toch echt wel het mooiste bij me passen. Ook echt veel mooier dan blond. By the way, ik had net getankt. En toen zei zo'n meneer van, ja, ga maar voor. Dames, ga maar voor. Ik denk, nee, prima. Was gewoon best wel een oude man, hoor. Dankjewel, zei ik. En toen zei hij, keek hij naar mijn auto. Zei hij, zo, dat is een mooie auto. Ik zeg, nou, dankjewel. Ik denk van, ja, het is een Audi A. Het is niet, weet ik veel wat voor auto. Toen zei hij, ja, dat wil ik ook heel graag voor mijn dochter. Maar zoveel geld heeft ze niet. Toen dacht ik echt van, awkward. Op het moment keek ook een paar mensen om. Toen dacht ik van, ja, wat moet je hier nou op zeggen? Ik vind dat ik best wel een normale auto of zo heb. Maar ja, dat was best wel awkward. Goed, alsnog. Ik ben echt heel erg happy met mijn kleine autootje. Met mijn kleine Audi. Het was vroeger echt mijn droomauto. Dat had ik al jullie al een keer verteld. Maar ik heb er nog nooit zo'n opmerking over gehad, moet ik zeggen. Vandaag was het iets nieuws voor mij. Gelukkig vinden mensen mijn auto ook mooi. Even weer gestopt bij de tank. Mijn vriendin had me gevraagd om even een gezonde snack mee te nemen voor na werk. En ik heb gekozen voor deze snack voor ons. Een naked rib. Een naked rib in de smaak pecan pie. En hier staat dat hier alleen dadels in zitten. Pecanoten en amandelen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb net mijn vriendin opgehaald. En zo grappig. Ik heb haar dus opgehaald in Almelo. En toen kwam ik gelijk mijn klasgenoot tegen. Ik heb het echt altijd, als ik hier ben, dan kom ik altijd iemand tegen van vroeger. Zo grappig om te zien. Mensen zijn altijd zo obsessief met Dina als ze op bezoek komen. Dina, heb je weer een nieuwe vriendin? Heb je weer een nieuwe vriendin? Heb je weer een nieuwe vriendin? Dikzak. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. En het is echt heel vroeg. Ik ben heel vroeg uit bed gegaan om mijn vriendin even af te zetten op werk. Ik moest vandaag werken. Ik moest helemaal daarvoor naar Twente rijden. Dus ik ben nu eigenlijk in Twente voor de McDonald's om even een koffietje te halen. En we hebben het gisteren ook heel laat gemaakt. Dus ik ben helemaal kapot omdat ik het niet gewend ben. Maar ik heb het wel heel gezellig gehad. En ik ben ook wel blij dat ik heel vroeg uit mijn nest ben gegaan. Want nu kan ik zo doorrijden richting Rotterdam. En daarna kan ik gelijk editen. Want vandaag moet een video van mij online komen. Volgens mijn nieuw uploadschema. Dus kan ik gewoon lekker aan de slag. Dus ja, top. Ik zie er alleen niet zo heel erg top uit. Maar dat is een ander verhaal. Ik heb ook echt een heel chille pak aan. Ik heb een trui van Champion. En zo'n broek van Boohoo. Ik heb geen BH aan. Gewoon een relax mode. Ik wil ook mijn auto niet uit. Ik ga gewoon langs de McDrive. Ik ga mijn koffie halen. En ik ga richting huis. Bedankt voor het kijken naar deze vlog en ik zie jullie heel graag bij de volgende. Doei!